Vind jij chili con carne ook zo lekker, maar laat je nadien te veel windjes? Dan heb ik de oplossingen voor jou. Ik ben Ramon en dit zijn mijn Ramon-boontjes. Hier in dit labo gekweekt. Ze zien eruit als gewone kidneyboontjes. Ze smaken hetzelfde, maar van mijn boontjes moet je geen scheetjes laten. Ramon-boontjes. 100% smaak, 0% windjes. Oké, ze bestaan niet echt, die boontjes waar je geen scheetjes van laat. Maar binnenkort dus wel. Want hier in Serre, op het dak van de VUB, is plantengeneticus Ramon de Koning er echt mee bezig. Dus wij, van de Universiteit van Vlaanderen, daar naartoe. Lukt het? Ja. Kom anders maar even verder. Als het van Ramon afhangt, eet je binnenkort elke dag chili con carne. Ja, ik vind chili super lekker, ja. Maar er is wel wat met die rode bonen die erin zitten. Kidneybonen zijn dat. Ik vind het ambetant, maar het is nu helemaal zo, we worden daar winderig van. Nu, dat komt omdat in die bonen bepaalde suikers aanwezig zijn die wij niet goed kunnen verteren. En ik probeer die suikers eruit te halen. Klinkt super, maar hoe begin je daaraan? Hoe maak je bonen waar je geen windjes van moet laten? Ik doe dat door aan het DNA van één boon, of meer nog, één bonencel te prutsen. Alle levende wezens bestaan uit cellen. En elke cel, of bijna elke cel, bevat DNA. En op dat DNA staan eigenlijk alle erfelijke eigenschappen vermeld. Nu, als we het hebben over het DNA van het kidneyboontje, dan staat er bijvoorbeeld hier van boven hoe groot dat die kidneyboontjes worden, hier welke kleur dat ze hebben en bijvoorbeeld iets verderop staat er hoe goed dat ze voedingsstoffen kunnen opnemen uit de bodem. Nu, in mijn onderzoek heb ik gevonden welk stukje DNA er verantwoordelijk is voor de productie van die suikers. Stel nu dat dat dit stukje is, dan kan ik dat stukje uitschakelen zodat de boon die suikers niet meer gaat produceren, waardoor dat je dus niet meer winderig wordt als je die boontjes opeet. Je weet dus al waar dat zit, vind ik al redelijk spectaculair. Maar hoe verander je dat DNA dan? Als ik het DNA wil aanpassen van één boon of bonenplant, dan begin ik eigenlijk met het DNA van één cel. Dat komt omdat een boon uit miljoenen cellen bestaat. En als ik het DNA wil veranderen in die miljoenen cellen, dat is heel complex. Maar ik zal u anders even laten zien in mijn labo hoe dat wij dat doen. Dus dit zijn de cellen waarvan ik het DNA wil aanpassen. Dit zijn stamcellen. Dat zijn eigenlijk oercellen of babycellen. En dat zijn cellen die nog van alles kunnen worden. Die kunnen nog een worteltje of een kiem of een blaadje vormen. En hiervan ga ik dus het DNA aanpassen. Nu, dat DNA aanpassen, dat doe ik met CRISPR-Cas. En dat is een revolutionaire techniek die een tiental jaar geleden is ontdekt en waarmee dat we relatief makkelijk in het DNA kunnen knippen. In DNA knippen, dat klinkt heel abstract. Hoe doe je dat? Wel, men heeft gevonden dat er een eiwit bestaat dat als je dat dicht genoeg bij het DNA zet, dat dat eigenlijk in het DNA hapt. Dat eiwit wordt eigenlijk het Cas-eiwit genoemd. We willen niet dat dat Cas-eiwit eender waar in het DNA gaat knippen, want dan gaat het DNA gewoon in duizend stukjes vallen. We willen eigenlijk dat dat Cas-eiwit gericht naar dat ene stukje DNA gaat waar wij een knip willen hebben. Dat stukje dat verantwoordelijk is voor de productie van die suikers waar wij zo winderig van worden. Cas-eiwit heeft eigenlijk een GPS nodig. Nu, die GPS is eigenlijk een kopie van het DNA-deeltje dat wij willen verknippen. Maar hoe krijg ik dat nu in mijn stamcel? Wel, ik maak daarvan gebruik van een bacterie. We gebruiken die als taxi. Dus ik breng mijn CRISPR-Cas-systeem in de bacterie. En die bacterie die gaat dan vervolgens naar de stamcel en die zet dat systeem daar af. Als het Cas-eiwit het juiste stukje DNA heeft gevonden, dan maakt het eiwit het DNA daar kapot, zodat er geen scheetjes suikers meer gemaakt kunnen worden. Wat overblijft, groeit dan weer aan elkaar. En hup, Ramon die kan met zijn verknipte stamcellen boontjes beginnen kweken. Voilà, dit is hem dan. De boon met aangepast DNA. Nu, het gaat nog wel even duren voor leer dat we chili kunnen gaan eten. Je moet natuurlijk beginnen kweken, water geven, zorgen dat hij goed gezond blijft. Maar hopelijk over een jaar heb ik ze dan, de Ramon de Koning boontjes. Ramon boontjes. 100% smaak, 0% windjes.